Sinterklaas, we hebben een probleem. De nieuwe hulpsint heeft veel te veel pepernoten gegeten en is nu uit zijn pak gescheurd. We moeten dus een nieuwe hulpsint vinden. Nou, je weet wat je te doen staat. Op naar het Erasmus dan maar weer. Zeker. Ga maar snel, mijn jongen. Ik ben al weg. Sinterklaas is back in the game, boys! Ik heb weer twee kandidaten gevonden, hoor. Aan de ene kant hebben wij Jeroen Bruistens. Hij is natuurkundedocent, is erg goed in PowerPoint en kan niet jong leren. Aan de andere kant hebben we iemand die wel weet hoe het is om Sinterklaas te zijn. Erik Ettema. Hij geeft economie en hij heeft natuurlijk vorig jaar meegedaan met Temptation Island. De kandidaten zijn er klaar voor, maar Sinterklaas, wat moeten ze eigenlijk doen? Gasten, naar links, naar links! Jullie moeten naar links? Nee, nee, gasten, naar rechts, naar rechts! Of toch naar rechts? Nee, achter jullie, achter jullie! Oh, het is achter jullie. Ah. Oké, okay, jullie maken één rondje in een echte Formule 1 auto. De beste tijd wint. Oké, hier gaan we. Zal ik jullie laten zien hoe je moet racen? Ik hoop dat Verstappen ook meekijkt, kan ik veel van leren. En terwijl een rondje begint, zit meneer Ettema al vol zelfvertrouwen. Maar kan hij dit ook waarmaken? Meneer Bruisens vliegt hier in elk geval meteen al uit de bocht. Oei! Zeg dat wel, ja. Kan meneer Ettema dat beter? Kijk, zo neem je een bochtje. Ja, dat ziet er goed uit. Is hij dan echt zo goed als hij zegt? Meneer Bruisens slingert ondertussen de hele weg over. Hier gaat meneer Ettema alsnog de fout in. Dan neem je geen bochtje? Nee, zo neem je geen bocht inderdaad. Maar je moet ook laten zien hoe het niet moet, jongens. Oh. Hij leert het meest van. Ja, ja. Fouten maken mag. Ja, maar fouten maken mag niet als er zoveel op het spel staat. En dat doet meneer Bruisens hier wel. Daar mag je inderdaad wel om lachen. Hij probeert hier zijn verloren tijd in te halen door een afsnijroute. Dat lijkt op zich te werken. En hier gaat meneer Ettema opnieuw door het grind. Dan heeft hij opeens niet meer veel te zeggen. En dan komen we alweer uit bij de laatste bocht van het circuit. Meneer Bruisens snijdt nog een stukje van de bocht af. En dan komt het hier aan op de eindsprint. Ze gaan nek aan nek. Wie zal er winnen? Meneer Bruisens juicht alsof hij gewonnen heeft. Maar is het genoeg? Nee, meneer Ettema wint met 1 seconde verschil. Oh, oh, pas op! Ai, nou ja, meneer Ettema heeft toch gewonnen. Hij heeft inmiddels wel een potje met de Sint verdiend. Hey, Sinterklaas! Hey, mijn lieve jongen. Je spreekt hier wel met de echte Sinterklaas gamerbaas. Wat mag jouw naam wezen? Meneer Ettema. Die naam komt mij wel bekend voor. Even in het grote boek kijken. Is er iets, Sinterklaas? Hé, waar gaat u heen?